Ja, we rijden hier op een landweggetje in de buurt van Klein-Amerika. Want als je die kant op kijkt, dan zie je Klein-Amerika al verschijnen. Nou, op dit gebied hier zijn de pausje testen geland van het 505e regiment. En daarnaast is ook nog generaal Gavin hier geland. Nou, zijn landingsplek ligt een stukje verderop. Want deze bocht is nogal krapjes. Zo. We staan hier op de plek waar generaal James Gavin ongeveer is gesprongen. Vanuit de lucht ziet dat bosje daar eruit als een driehoek. Dat kun je zien op de foto hier. Dus heeft hij tegen de piloot gezegd dat hij bij dat bosje eruit wil springen. Dat was een heel goed herkenningspunt voor piloten. En daardoor besloot hij dus eigenlijk om zichzelf hier af te laten werpen uit het vliegtuig. En hij is dus ook hier daadwerkelijk op deze locatie terechtgekomen met zijn parachute. Nou, we staan nu dus ongeveer op de plek waar hij is geland, want we waren er natuurlijk zelf niet bij. Dus ergens in deze omgeving is generaal Gavin geland. Nu gaan we naar het glider monument. Dat is een replica van de Waco glider. Dat is een groot zweefvliegtuig die hier ook zijn geland 73 jaar geleden. En daarin konden manschappen zitten of een jeep of een kanon. Nou, deze jeep zat dus in die glider. En achteraan de trekhaak zat dan een touw aan een soort mechanisme. En als de jeep dan wegreed, dan klapte daar de neus door die kabel omhoog. En als de jeep dan ver genoeg was, dan ging dat mechanisme dicht en klapte de neus automatisch weer omlaag. Ja, ik vind het vooral lastig voor te stellen dat hier... Dat ik zelf als soldaat hier zou landen, aangezien het nogal een beetje klungelig is allemaal. Deze buizen zijn best wel dik, alleen toen de tijd waren de buizen wel ietsje dunner. Het toestel bestond eigenlijk uit hout en canvas en meer was het eigenlijk niet. Dus je had één poging om te landen. Het ging regelmatig goed, maar het ging ook regelmatig fout. Dus dat ze over de kop sloegen of iets in die richting. Nou, naast dat wij druk bezig zijn met onze jeep, gaan we ook regelmatig met de metaaldetector op pad. Nou, dit stuk reserveparachute wat we hier hebben, hebben we gevonden doordat er eigenlijk allemaal roestdelen in de parachute zitten. Maar het kan ook zo zijn dat er dus iets bij ligt wat van metaal is, dus bijvoorbeeld een haak of een kogel of iets in die richting. Nou, en op deze vondst zijn we wel een beetje trots, want hier is altijd wel een leuk verhaal over te vertellen. Dat is namelijk dat de reserveparachutes heel erg populair waren onder de bevolking. Want hier werden namelijk jurken van gemaakt, dus ofwel trouwjurken of communiejurkjes. Ook bijvoorbeeld iemand uit onze familie heeft haar communie gedaan in een jurkje wat gemaakt is van reserveparachute. Dus ja, dat is wel echt iets wat we kunnen koppelen aan deze vondst. Dus vandaar dat we ook wel trots zijn op deze vondst. Nou, hier hebben we spullen liggen die we allemaal zelf hebben gevonden hier in Groesbeek. Bijvoorbeeld dit dopje. Dit hebben we zelf op Klein-Amerika gevonden. Dit is een dopje wat achterop een mortiergranaat zat. Nou, die spullen liggen daar onderin in het hoekje, omdat we eigenlijk nog veel meer mooiere spullen hebben. Bijvoorbeeld die brief, die hebben we gekregen van iemand. Die was voor de Nederlandse strijdkrachten en die is ondertekend door prins Bernhard. Deze pop die is aangekleed zoals ze hier zijn gesprongen met de M43 jas. Op zijn schouder hier kun je het plaatje van de 82e Airborne zien. Daar staat AA en dat staat voor All American. En dat betekende dat de leden uit die divisie uit heel Amerika zijn gekomen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is eigenlijk wel uit de hand gelopen hobby.